Vandaag praten we met Rob Jetten, de jongste fractieleider in de geschiedenis van D66 tot nu toe. Zijn aanstelling kwam impliciet als grote verrassing. Mensen wisten eigenlijk nog helemaal niet zo goed wie Rob Jetten was. En door zijn leeftijd en zijn onbekendheid werd de verrassing eigenlijk alleen maar groter. Maar toen verwierf hij een hele korte tijd heel veel bekendheid onder de naam Robot Jetten. Maar inmiddels weten we natuurlijk dat Rob Jetten veel meer is dan dit. We weten dat hij een zelfbenoemd klimaatdrammer is. En we weten dat hij bijvoorbeeld pleit voor meer arbeidsmigranten naar Europa. Maar wie is Rob Jetten nou eigenlijk? En wat is zijn twist binnen D66? Hoe houdt hij zich staande in een wereld van polarisatie en versplintering? Deze vragen en meer zullen we dit komende uur gaan beantwoorden. En zoals altijd bij Room for Discussion zal er mogelijkheid zijn tot publieksvragen. Maar voor nu graag een daverend applaus voor Rob Jetten. Hi. Leuk. Hi. Nou, meneer Jetten, wat leuk dat je er bent vandaag. Ja, vind we ik mochten ook. Je zeggen. Ja, alsjeblieft. Ja, nou, we gaan dit interview beginnen met jou een beetje beter te leren kennen. Dat doen we aan de hand van een dilemma dinsdag, maar dan op woensdag natuurlijk. Okay. Ben je daar bekend mee? Ja. Goed zo. Nou, we gaan er een paar korte doen, zodat je een beetje los kan komen van het serieuze Den Haag. Een groot D66 of een centrum-progressieve coalitie? Een groot D66. Van Mierlo of Pechtold? Van Mierlo. Ja, nou, Pechtold, kijk daar. Ja. liever fractieleider van de PVV of van de FVD? Zo. Nou, dat is wel echt een dilemma. En je moet kiezen. Ik moet kiezen. Ja. Ja, dan zeg ik toch PVV. Mag ik zo meteen uitleggen waarom? Ja, we hebben misschien nog wat tijd. Okay. liever een federaal EU of helemaal geen EU? Dan liever een federaal EU. Oké. Nou, meneer Jetten, ook welkom namens mij. We weten al na een paar maanden best wel wat dingen van u. We hebben gehoord van klimaatdrammer en dat u sinds jongs af aan eigenlijk al bent betrokken in de politiek. Maar wie bent u los van al deze dingen? Wie is Rob Jetten als persoon? We hadden afgesproken om je te zeggen, maar jullie waarschuwden mij al dat u er waarschijnlijk in zat. Ik begin heel snel grijs te worden sinds 6 maanden. Maar ik ben 32 jaar oud. Ik ben opgegroeid in het Brabantse Uden. Een heel leuk klein dorp waar je een heel rijk verenigingsleven hebt. Ik ben op een gegeven moment in Nijmegen gaan studeren. Ik was een vrij fanatieke sporter. En ik sportte in Nijmegen, dus eigenlijk was de stad van mijn studie die keuze werd bepaald door de sport die ik deed. Ik heb daar bestuurskunde gedaan, wat een vrij saaie opleiding is, maar je wel van alles wat leert, dus heel breed inzetbaar bent. En ik ben inderdaad daar al jong de politiek ingerold. Ik zit nu 2 jaar in de Tweede Kamer, maar ik woon wel nog steeds in het oosten van het land. Ik slaap door de week veel in Den Haag, maar woon in een heel klein dorpje net buiten Nijmegen, samen met mijn vriend Sjoerd. Die een deel van de tijd in het buitenland werkt. Dus het is voor ons altijd even moeilijk plannen hoe we elkaar en wanneer we elkaar zien. Ja. En ik heb voordat ik in de Tweede Kamer kwam, heb ik echt totaal iets anders gedaan. Want heb ik bij ProRail gewerkt, bij de spoorbeheerder. Mm. En stond ik eigenlijk 's nachts en in het weekend met een grote gele jas aan en een grote bouwhelm op langs het spoor. Nou, staat u vast ook goed. Ja. Nou, je bent natuurlijk vrij jong. En het feit dat je tot fractieleider werd verkozen kwam voor velen als een grote verrassing. Dat zeiden we net ook al. Maar onze vraag is eigenlijk, waarom jij? Dat moet je denk ik ook vooral aan mijn collega's vragen. Maar het was natuurlijk. Ja, maar nu vraag het aan jou. Kijk, wij hebben als partij de afgelopen 10 jaar zijn wij vanuit het niets weer heel groot geworden. Toen Alexander partijleider werd, hadden we 0 zetels in de peilingen. Als je op straat stond te flyeren voor D66, dan moest je echt je best doen om een flyer kwijt te raken. En Alexander heeft die partij weer helemaal omhoog getrokken, heeft ons groot gemaakt. Zitten weer in een kabinet, 4 ministers, 2 staatssecretarissen, gedeeld de derde partij in de Tweede Kamer. En dan gaat zo'n man opeens weg. En ik begrijp heel goed dat hij er na al die jaren ook klaar mee was. Maar het was voor ons als fractie wel echt even een zoektocht van wat gaan we nu doen. En er werd in de media wel gezegd van misschien kiest D66 voor een tussenpauze. Maar wij zeiden als fractie tegen elkaar van ja, een tussenpauze, dat slaat eigenlijk nergens op voor een partij die in het centrum van de macht zit, die in de coalitie zit. Je hebt geen tijd om op de winkel te passen. Je hebt iemand nodig die gewoon elke dag er bovenop zit in de coalitie om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ook de energie heeft om het land in te gaan om D66 nog groter te maken. En ik dacht, ja, ik heb zin om
die tijd en energie erin te steken. Ik vind ook dat wij als D66, ik zie ons echt als een radicale middenpartij, dat we ook als we in een coalitie zitten niet bang moeten zijn om af en toe buiten de lijntjes te kleuren. En ik dacht, ja, dat is een rol die ik kan vervullen. En als de fractie zo'n type wil, dan kunnen ze mij kiezen. Ja. Nou, u had het net al bijvoorbeeld over uw vriend Sjoerd. U bent openlijk homoseksuele fractieleider. En daarmee ja. Misschien ook wel een rolmodel, misschien zelfs voor mensen in de zaal. Vindt u het dan beter om uw geaardheid vaak te benadrukken of juist niet? Zodat het niet wordt gezien als iets wat speciaal is of iets wat benadrukt moet worden? Nou, ik ben er zelf eigenlijk jarenlang niet mee bezig geweest. Voor mij was mijn coming out was niet heel gemakkelijk. Ik heb er zelf mee geworsteld. Mensen in mijn omgeving hebben er mee geworsteld. Maar op een gegeven moment toen ik ging studeren dacht ik ook van ja, ik kan daar zelf heel erg mee bezig zijn dat anderen het lastig vinden. Maar dan heb ik er, dan remt het mij eigenlijk af in wie ik zelf wil zijn. Dus op een gegeven moment heb ik gewoon besloten van ja, als iemand anders een probleem heeft is het zijn of haar issue en niet het mijne. Dus ik ben er jarenlang niet mee bezig geweest. En ik merkte wel sinds dat ik in de Kamer kwam dat ik af en toe daarna werd gevraagd. Dus ik dacht, oh, blijkbaar is het nog interessant anno 2018, 19 dat er iemand openlijk homoseksueel is en in de Kamer kan zitten. Maar de grootste impact op mij had het eigenlijk nadat ik fractievoorzitter was geworden. Mm-hmm. 2 dagen daarna was het Nationale Coming Out Dag. En had ik een tekstje op Facebook gezet met de foto van mij en mijn vriend. En ik werd echt overspoeld met reacties. Van jonge en oude mensen die dus elke dag nog worstelen met hun geaardheid in Nederland en daar niet openlijk voor uit durven te komen of heel veel problemen hebben in hun omgeving. En ik schrok er eigenlijk van dat er zoveel mensen dus daarop reageerden. En nu heb ik voor mezelf maar besloten om mijn fractievoorzitterschap dan maar ervoor in te zetten. Want ik vind, dus anno 2019 moet iedereen in Nederland zelf kunnen bepalen op wie die verliefd wil worden. Dat moet absoluut geen probleem meer zijn. En als het dan helpt, als ik me daar af en toe over uitspreek, mijn eigen verhaal vertel, daarmee andere mensen weer kan inspireren, dan draag ik daar graag mijn steentje aan bij. Ja, dat is helaas toch nog nodig, maar goed dat u het doet. Ja, en jij hebt het over jezelf zijn. En nou, de media heeft je heel vaak Robot Jette genoemd, wat natuurlijk een beetje tegenstrijdig is. Ja. Maar hoe voel je er nou bij dat je zo wordt genoemd? Nou, kijk, als je wordt fractievoorzitter en je weet dan, er komt gezeik. Maar je weet er niet waarover. Ja. Dus ik was wel al mentaal voorbereid op gedoe. En in die eerste week dat ik fractievoorzitter was, gingen we met de coalitie praten over de dividendbelasting. Want die zouden we gaan afschaffen. Dat vonden heel veel mensen terecht een heel dom idee. Ik moest op de tweede dag met de premier en de andere fracties gaan onderhandelen over het niet afschaffen van de dividendbelasting. En ik was helemaal daarop gefocust en ik dacht ook, ja, ik ga er waarschijnlijk een fout over maken en dan is al het gezeik over de dividendbelasting. Ik was dus zo gefocust op geen fouten maken dat ik nogal houterig wat eerste tv-optredens heb gedaan. En ik moet eerlijk bekennen, als ik zag dat, ik denk dat het interviewtje met Frits Wester op RTL was echt verre het slechtst. En toen ik dat terugzag, dacht ik wel, nou eigenlijk toen ik daar stond, dacht ik al, dit gaat niet zo best. En toen was op zondag, dit was het nieuws, zondag met Lubach. Ja, die was ook leuk. Lubach was briljant met Nijntje. Ja, en ik moet daar dan zelf eigenlijk heel hard om lachen. En ik dacht ook, ja, weet je, als het probleem bij mij is dat ze me nu een robot vinden, dan komt het wel goed. Want ik vind mezelf vrij ontspannen eigenlijk en je mag me alles vragen. En dan ga ik de komende tijd wel aan Nederland bewijzen dat ik meer ben dan een robot. Ja. En ik heb ook zelf op een gegeven moment ook maar met een knipoog gereageerd, want ik kreeg die week van mijn beste vrienden natuurlijk meteen allemaal cadeaus, zoals shirts met robotprintjes. En ik heb ook een heel klein robotje gekregen waarmee ik mezelf kon opnemen en die speelt dan continu diezelfde tekst af. En die heb ik toen op een gegeven moment op Twitter gezet en dat is volgens mij de meest gelezen tweet die ik ooit heb geplaatst. Dus je moet ook een beetje, als je in de politiek zit en je kan niet op jezelf lachen, dan ga je het ook niet heel lang volhouden, denk ik. Nee, precies. Nou, we hebben u nu een beetje wat beter leren kennen, dat was heel leuk. Maar nu gaan we door naar de inhoud. Okay. En dan gelijk beginnen met de Provinciale Statenverkiezingen. Dat wordt toch wel gezien als uw test, als uw vuurproef. Waarom denkt u dat D66 daar zetels heeft verloren? Nou ja, kijk, wij hebben in een aantal provincies en in de Eerste Kamer hebben we behoorlijk wat zetels moeten inleveren. En dat is nooit leuk. Daar baal je ontzettend van dat je dan kleiner wordt. En ik heb wel een beetje vanuit die topsport jeugd wel een kleine winnaarsmentaliteit overgehouden. Dus ik baalde daar behoorlijk van, in zwaardere woorden dan ik nu gebruik. Maar aan de andere kant, ik denk dat een half jaar geleden iedereen dacht dat we nog veel meer zouden gaan verliezen bij deze provinciale verkiezingen. En dat we in de Eerste Kamer nog kleiner zouden worden. Dus we hebben
denk ik, in die laatste paar weken van de campagne ook wel weer de sfeer rondom D66 weten te kantelen. Kinderpardon, klimaatakkoord, net een iets brutalere campagne dan we daarvoor hebben gedaan. Dus in die zin ben ik niet helemaal ontevreden met het resultaat dat we hebben neergezet. Maar waarom hebben we dan wel verloren? Ja. Ik denk dat er een paar redenen zijn. Ik vind zelf, we zitten voor het eerst in vele jaren weer in een coalitie. Na 7 maanden onderhandelen met een echt dichtgetimmerd regeerakkoord. En ik merkte zelf dat wij als D66-fractie in het begin echt aan het worstelen waren met hoe ga je om met die coalitieverantwoordelijkheid. Want ik vind het nog steeds verstandig dat we in het kabinet zijn gestapt en zo versplinterd politiek landschap toch iets voor elkaar proberen te krijgen. Maar je moet voorkomen dat je dat regeerakkoord als je nieuwe bijbel gaat zien. Want ik ben verkozen op basis van het verkiezingsprogramma van D66. Ik moet dus zelf een herkenbaar verhaal vertellen. En ik denk dat we in het begin van deze kabinetsperiode daar te weinig in zijn geslaagd. Alexander heeft natuurlijk behoorlijk onder vuur gelegen om allerlei privéomstandigheden. Dat heeft ons denk ik ook stemmers gekost. Dus dat speelt denk ik allemaal mee. En dat is ook dan denk ik voor mij de taak om ervoor te zorgen dat we weer meer kleur op de wangen krijgen als D66. Ja. Nou, u had het er al over, regeren is natuurlijk compromissen sluiten. Je kan niet alleen maar puur je D66-beleid doordrammen. Maar we zien dat bijvoorbeeld de ChristenUnie ook in de coalitie zat en zij hebben zelfs zetels gewonnen. Ja. Wat is dan het verschil tussen D66 en ChristenUnie dat zij winnen en jullie helaas niet? Nou, we zijn wel echt twee compleet onvergelijkbare partijen sowieso. De kiezersgroep is heel anders. De ChristenUnie en het CDA zitten allebei in het kabinet, dus twee christelijke partijen in het relatieve midden die verantwoordelijkheid dragen. En dan zie je dat kiezers gewoon kijken van ja, welke van die twee partijen heeft het meest herkenbare geluid. Wij zitten als D66 in die zin in een veel moeilijkere positie, want wij hebben CDA en VVD als concurrent om stemmen, maar natuurlijk vooral ook GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En die hebben een hele vrije oppositierol, kunnen overal tegenaan schoppen. Voor hen is het dus ook makkelijker, denk ik, om in die pool stemmers van D66 te vissen. Tegelijkertijd vind ik ook, en dat zeg ik dan ook als ik op dit soort events ben of op straat sta, ja, allemaal leuk en aardig dat GroenLinks al 30 jaar in de zijlijn staat te roepen over hoe de ideale wereld eruit ziet. Maar wij zijn dus wel degene die bereid zijn om ook af en toe hard te werken om het een stapje dichterbij te brengen. En daar gewoon ook met lef voor staan, voor dat verantwoordelijkheid nemen, dat vind ik ook een taak voor mij als fractievoorzitter van D66. Om te laten zien, verantwoordelijkheid nemen, levert je ook wat op. En daar zouden mensen ook een stem op kunnen uitbrengen. Ja, ja, en je hebt het net over hard werken en je echt ergens voor inzetten. Nou, dat zien we ook heel erg terug in jullie klimaatdrammersstrategie. Klaas Dijkhoff van de VVD die zegt dat de groene drammers het draagvlak voor milieumaatregelen onderuit halen. Ja. En dat deze tactiek dus eigenlijk averechts werkt. Nou, dit is wellicht gebleken in de laatste verkiezingen, aangezien de grootste partij klimaatskeptisch is. Maar dat ligt niet aan de klimaatdrammers. Los daarvan, ja. Denk je niet dat de agressieve framing van het woord drammer averechts werkt? Nou, laat ik een paar dingen over zeggen. Kijk, Klaas Dijkhoff is begonnen met die term klimaatdrammer. En dat was in een groot interview met de Telegraaf. En hij had mij van tevoren laten weten, ja, ik heb een interview gegeven. En het is misschien iets ongelukkiger uit mijn mond gekomen dan ik eigenlijk had bedoeld. Nou, dan weet je dat je moet opletten. Dus ik ben altijd heel vroeg wakker. Dus 's ochtends, zaterdagochtend 5:30 open ik Blendel en scroll ik naar de Telegraaf. En toen stond dat woord klimaatdrammer heel groot op de voorpagina. Mijn eerste gedachte was van, ja, jezus, weet je, gaan we nou als coalitiefracties elkaar op de man aanvallen op een van de moeilijkste onderwerpen waar we als coalitie mee bezig zijn. Dus ik heb hem die ochtend ook even gebeld om het daar met hem over te hebben. Maar toen heb ik na 5 minuten ook gezegd, ja, weet je, Klaas, ik ga gewoon die Telegraaf voorpagina inlijsten. Laten we dan nu vooral kijken hoe we er wel uit kunnen komen. En later merkte ik dat heel veel groene kiezers klimaatdrammer als geuzennaam aan het gebruiken waren. Dus dat mensen ook zeiden van ja, laten we ook verdomme trots zijn dat we wel onze nek uitsteken en dat we als Nederland ambitieus willen zijn. En nou, wij hebben toen op een gegeven moment een trui gemaakt met de tekst klimaatdrammer erop. Die is echt duizenden keren verkocht. Dus het is eigenlijk helemaal veel groter geworden dan ik zelf had gedacht. Dan jouw vraag over is dat klimaatdrammer niet gevaarlijk omdat je daarmee dan de populisten ook in de kaart speelt. Ik heb zelf op een gegeven moment ook in de tv-debatten van de campagne gezegd van ja, je moet ook weten wanneer je moet stoppen met rammen en wanneer je ook deals moet sluiten om tot een goed klimaatakkoord te komen. En dat is waar ik nu echt de helft van mijn tijd aan besteed om te kijken hoe kunnen we dat klimaatakkoord sluiten, waarbij we de CO2-doelen halen, maar ook het bedrijfsleven niet helemaal knettergek maken. En dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben. Wat ik zelf denk, ik verwijt het eigenlijk de collega's in het midden en ook mijn coalitiecollega's bij de VVD en het CDA, dat we
de afgelopen 10 jaar in Nederland helemaal niks hebben gedaan aan klimaatbeleid. Dus nu een enorme inhaalslag moeten maken. En dat we vorig jaar hadden we eigenlijk al de kans in de zomer om heel snel door te pakken en eigenlijk toen al het klimaatakkoord af te maken. En in plaats daarvan gingen ook collega's uit de coalitie gingen eigenlijk een beetje half achter of half naast de gele hesjes staan en zeggen ja, het is inderdaad allemaal heel erg dat het klimaatbeleid zo ingewikkeld is en het is inderdaad heel erg dat de energierekening oploopt. En mijn antwoord aan mijn collega's was ja, natuurlijk is het vervelend dat mensen niet kunnen overzien wat het klimaatbeleid voor hen gaat betekenen. Natuurlijk willen we allemaal voorkomen dat de energierekening stijgt. Maar wat wij dan moeten doen is met elkaar fatsoenlijk klimaatbeleid maken en niet met mensen gaan meehuilen dat het zo erg is. Want uiteindelijk zijn wij in Den Haag degene die het moeten oplossen. Dus ik vind ook echt dat politiek Den Haag heeft het veel te lang laten lopen. En nu is de geest uit de fles en nu is het ook heel moeilijk om hem weer terug in te krijgen. Maar waarom dan die tactiek drammen? Dat is wat wij niet begrijpen. Nou ja, dat is niet een term die ik zelf heb bedacht. Dus dat nee, is maar een, als daar, je niet, die gebruik. Nou ja, kijk, als hij niet toen begin januari door Klaas was gebruikt in de Telegraaf, had ik hem waarschijnlijk niet zelf bedacht. En dan, maar op een gegeven moment merkte ik dus dat mensen op straat tegen mij zeiden van ja, laat je niet aanpraten dat klimaatrammen iets ergs is. Ik maak me zorgen over plastic soep, over opwarming van de aarde, over het verlies van biodiversiteit. En ik wil dat de politici in Den Haag zijn die het bespreken en die het oplossen. Dus toen dacht ik, ja, als het als een geuzenaam wordt ervaren, dan ga ik er ook gewoon vol voor staan. Maar wel ook met de toevoeging, je moet ook op een gegeven moment weten wanneer stop je met alleen maar dromen over een betere wereld en wanneer maak je dus ook die deal. En als ik alleen met Jesse Klaver een klimaatakkoord zou sluiten, zou het er waarschijnlijk anders uitzien dan nu met de VVD en het CDA. Maar ik vind, we maken nu beleid dat niet alleen voor dit kabinet belangrijk is, dit moet gewoon 10, 20 jaar staan. En als dat lukt met relatieve rechtse partijen die in hun verkiezingsprogramma nog niet eens een woord aan klimaat besteden. De VVD had niks, bijna niks in hun verkiezingsprogramma staan over klimaat. Het CDA heeft niet eens aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd, kun je mijn verkiezingsprogramma eens doorrekenen op CO2-effecten. En dit zijn wel twee partijen die uiteindelijk met D66 een groen regeerakkoord hebben gesloten en nu dus ook bereid zijn om echt heel ver te gaan in klimaatmaatregelen. Maar u zegt dus, we moeten eigenlijk een inhaalslag maken, ja. Dus we moeten drammen. Maar als drammen zorgt voor minder steun en minder kiezers voor klimaatbeleid, waarom moeten we dan nog drammen? Maar ik denk niet dat die... Kijk, ik ga zelf heel veel op werk bezoeken op vrijdag, op maandag, die vooral ook over het thema klimaat gaan. En ik ben laatst ook geweest in een hele slechte wijk in Breda. En slecht in de zin van, het is een wijk met slechte woningen van corporaties waar al jarenlang niet meer in is geïnvesteerd. Maar ook een wijk waar allerlei andere problemen achter de voordeur spelen. En dan ga ik met mensen in gesprek en hun eerste vraag is inderdaad van ja, klimaatverandering is toch van alle tijden. De mens heeft er niet zoveel invloed op. Waarom moet ik hier, waarom moeten we hier in deze wijk mee aan de slag? Maar dan ga ik met hen het gesprek aan. Oké, ja, u heeft een slechte tochtige woning met een torenhoge energierekening. Als we daar isolatie aanbrengen, als we daar dubbele beglazing aanbrengen, als u geen cv-ketel meer heeft omdat u op een warmtenet zit, heb je een extra kast over. Je huis wordt gewoon prettiger en je krijgt een lagere energierekening. Dan zeggen die mensen ook tegen mij, oké, prima, maar regel het alsjeblieft. Hou op met al dat geouwe hoer in Den Haag over klimaatbeleid, maar ga het alsjeblieft voor me regelen. En dat is volgens mij, is dat veel meer de oproep van deze verkiezingsuitslag dan dat al die mensen die op Thierry Baudet hebben gestemd, dat zijn niet allemaal klimaatontkenners. Dat zijn niet allemaal mensen die niet in klimaatverandering geloven. Die willen alleen dat we het als politiek Den Haag voor ze oplossen. Je hebt het over dat regelen, maar veel mensen die zijn van mening dat je dat niet helemaal goed doet. Zoals de Trouw, die noemt je een klimaatkip zonder kop. Ja. En dat doelt op de hoge kosten van het klimaatbeleid. Dan is onze vraag, hoe ga je zorgen dat de normale Nederlander, dat het daarvoor betaalbaar wordt? Nou, dit is een van de meest kritische columnisten van Trouw. Ik denk dat het hoofdredactioneel commentaar wel iets positiever is. Maar kijk, heel terecht stellen heel veel mensen de vraag van oké, allemaal leuk en aardig dat klimaatakkoord, maar gaan we die rekening ook eerlijk verdelen? En ik denk dat heel veel mensen in Nederland snappen dat een kleine investering in een woning, zeker mensen met een hoger inkomen, dat we dat prima van mensen thuis ook kunnen vragen als je zo'n investering ook terugverdient. Maar het wordt natuurlijk, je haalt natuurlijk het draagvlak onder zo'n klimaatakkoord weg als grote bedrijven die heel veel CO2 uitstoten niet hoeven te betalen voor een uitstoot. Of als de luchtvaart in Nederland ongebreideld mag groeien zonder dat je een fatsoenlijke belasting over vliegtickets betaalt. Dus dat is een hele terechte kritiek denk ik op het concept klimaatakkoord dat er lag. En dat is ook waarom we nu aan het werk zijn om toch een vorm van CO2-belasting voor het bedrijfsleven in te voeren. Ja, oké, maar u zegt, het is
redelijk betaalbaar. Het zijn allemaal investeringen die wel weer gaan uitbetalen. Maar we zien dat in de recente doorberekeningen van de CPB enorm veel kosten niet zijn meegenomen. Zoals bijvoorbeeld de waterpomp of de isolatie die mensen moeten aanschaffen. Dat best wel veel geld kan zijn, zeker voor mensen met niet zo heel veel inkomen. En daarnaast zien we ook dat de maatregelen alleen maar zijn doorgerekend tot 2030, ja. Terwijl het energieakkoord tot 2050 loopt. En dat de kosten op de grootvervuilers, waar u het over had, de bedrijven, ook weer voor 80% zullen doorberekend worden, volgens de klimaatdoorberekeningen, aan de gewone burger. Is het dan echt wel zo betaalbaar? Nou, het is ook nog niet af. Want we hebben ook aan de planbureaus gevraagd, reken het concept klimaatakkoord door, zodat we zeker weten dat we de CO2-doelen halen en dat we die rekening eerlijk verdelen. Nou, CPB en PBL hebben laten zien, het is echt nog niet goed genoeg. Met name op de lasten die het bedrijfsleven draagt en de CO2-tonnen die zij leveren. Dus daar moet veel meer gebeuren. Als je kijkt naar investeringen in huizen, in elektrische auto's, dan lopen in de discussie, en dat is wel ook een beetje de uitdaging, denk ik, hoe halen we het ook weer een beetje uit de polarisatie, loopt heel veel door elkaar. Kosten en investeringen bijvoorbeeld. Hè. Investeringen in een woning, om een woning te verduurzamen, kun je terugverdienen omdat de energierekening fors lager wordt. Daar moet je dus anders mee omgaan dan met kosten die je eenmalig doet. Bijvoorbeeld het sluiten van de kolencentrale hier in Amsterdam. Dat doen we voor een beter klimaat, maar ook voor schonere lucht in Amsterdam. Dat zijn eenmalige kosten omdat je zo'n bedrijf moet afkopen. En die twee discussies lopen wel continu door elkaar. Dus dat moeten we ook een beetje uit elkaar proberen te trekken. Maar ik zeg nogmaals, het doel is halvering van die CO2-uitstoot en ervoor zorgen dat we die rekening gewoon eerlijk verdelen. En ik ben ook heel kritisch op minister Wiebes, die jullie een tijd terug hier ook nog te gast hadden. Want hij moet met name die industrietafel veel zwaarder onder druk zetten, zodat zij ook gaan leveren. Maar een beleid met zulke hoge kosten moet natuurlijk ook wel veel impact hebben. Maar Nederland stoot maar 0,35% van de wereldwijde CO2-uitstoot uit. Dus dat is bijna een verwaarloosbare uitstoot. Het absolute verschil in uitstoot is dus niet de reden om het klimaatbeleid uit te voeren of om klimaatleider te worden. Wat is dan wel de reden? Nou, het zijn er eigenlijk twee. Ten eerste wel ook om onze eigen uitstoot naar beneden te brengen. 195 landen hebben het klimaatakkoord van Parijs getekend. Wij zijn een van de rijkste landen ter wereld. Een land waar wij met z'n allen per hoofd van de bevolking veel meer CO2 uitstoten dan landen in minder ontwikkelde landen. Als wij als Nederland al zeggen, we gaan het niet doen, we gaan het niet uitvoeren omdat het maar 0,7% van de totale werelduitstoot is. Ja, waarom zouden straatarme landen als Bangladesh, die nu al te maken hebben met enorme impact door klimaatverandering, waarom zouden zij dan een steentje bijdragen? Dus ik vind dat we daarin ook gewoon, we hebben onze handtekening gezet onder dat Parijsakkoord. We moeten ook het goede voorbeeld geven. Tegelijkertijd praten we in Nederland de laatste tijd vooral heel veel over de problemen en de kosten van klimaatbeleid. Maar het is vooral ook een enorme kans. We zijn nu al wereldleider op het gebied van watermanagement en op het gebied van voedselveiligheid. En mijn ideaal is dat door nu hier in Nederland op tijd te beginnen, dat het Nederlandse studenten zijn die toffe nieuwe innovaties doen. Dat het Nederlandse bedrijven zijn die ook daadwerkelijke oplossingen kunnen maken, die we vervolgens ook aan de rest van de wereld kunnen verkopen. Het is ook gewoon een enorme kans om een heel nieuw verdienmodel voor Nederland te ontwikkelen. Kijk naar Boyan Slat, die met die plastic soep bezig is in Amerika. Kijk naar de TU Eindhoven, die een fantastische nieuwe auto heeft ontwikkeld met zonnecellen in het dak. Die auto kan 600 kilometer rijden op de energie die zonnecellen op dat dak maken. En dan wil ik niet dat die TU Eindhoven studenten naar China moeten om uiteindelijk hun auto te produceren. Nee, dan wil ik dat in Helmond, waar al een aantal bedrijven in de automotive zitten, dat we daar die auto gaan maken. Dus we moeten ook durven dromen over welk verdienmodel Nederland kan maken bij klimaatbeleid en daar dan ook vol voor gaan. Ja, nou eerst nog even, u had het over Bangladesh en als wij het niet doen, waarom zouden die landen het dan doen eigenlijk? Maar denkt u dat het echt zo is, dat als Nederland klimaatdrammers worden, dat landen in Bangladesh dan volgen? Hoe heeft Nederland zoveel invloed op die landen om misschien wel hun hele economie om te gooien? Zijn wij zo belangrijk? Nou, er wordt wel echt naar ons gekeken. Ik was afgelopen december op de VN Klimaattop in Katowice in Polen. En ik heb toen met een aantal parlementsleden uit Nederland een sessie georganiseerd voor parlementsleden uit de Europese Unie van hoe gaat elk land om met klimaatbeleid. En het feit dat wij hier nu een klimaatwet hebben die binnenkort in de Eerste Kamer wordt behandeld, dat we met de polder bezig zijn om zo'n klimaatakkoord te sluiten, dat vinden ook collega's in andere EU-lidstaten gewoon razend interessant, want iedereen worstelt met dezelfde uitdaging. En mensen willen gewoon van elkaar leren. Ik woon zelf in Nijmegen. Gaat niet zozeer over hoe je klimaatverandering tegengaat, maar hoe je met klimaatadaptatie om moet gaan. Dus als er sprake is van klimaatverandering, hoe ga je daarmee om? Nou, in Nijmegen is een van de smalste stukjes van de Waal.
Daar hebben we een eiland in de Waal gelegd en een tweede rivier eigenlijk om het hoogwater rondom Nijmegen op een goede manier af te voeren. Nou, elke maand komen er internationale delegaties naar Nijmegen om te kijken hoe doen ze in Nederland dat watermanagement. Hoe heeft Nijmegen dan ook meteen in de wijken daaromheen op een andere manier die woonwijken gebouwd, zodat je ook in zo'n wijk regenwater beter kan opvangen, et cetera. Dus dat soort hele slimme oplossingen komen mensen dan wel ook hier uiteindelijk in Nederland ophalen. Maar als we het over water hebben, dat verschilt toch wel van CO2-uitstoot? Ja, maar we zijn dus met watermanagement begonnen nadat we een paar keer door een ontzettende ramp gewoon letterlijk zijn overspoeld. En nu komt er een andere ramp op ons af en dat heet de klimaatramp. En we kunnen hem dus nog voor zijn. En we kunnen dus denk ik echt in de komende paar jaar hier hele toffe oplossingen daarvoor bedenken die we ook in de rest van de wereld kunnen inzetten. Ik denk dat dit een mooi moment is voor onze eerste publieksvraag. Dus ik wend me even tot het publiek. Is er iemand die een vraag wil stellen aan meneer Jetten? Vast wel. Oh, ja, toch een paar. Nou, Gerard, je staat ernaast eentje. Hoi. Ik vraag me af, hoe zie jij het voor je dat je bedrijven gaat eigenlijk dwingen om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen? Zie je dat door een CO2-heffing? Met zo'n heffing ga je dat doen per industrie of ga je dat doen per bedrijf? Ja. Hoe zie je dat voor je? Ik denk, volgens mij moeten we een aantal dingen doen. Sommige dingen moet je gewoon verbieden. Net zoals het gebruik van kolen hebben we in het regeerakkoord afgesproken. Dat gaan we vanaf 2030 in Nederland verbieden. En vanaf twee eerdere jaren al op hele specifieke locaties in Nederland. En er zijn ook wel andere stoffen die heel veel klimaatverandering veroorzaken. Die je op een gegeven moment ook zou kunnen zeggen, nou daar stoppen we gewoon mee. Of bepaalde bedrijfsprocessen. Ik denk dat heel veel bedrijven al lang weten hoe ze hun eigen productie zouden kunnen vergroenen. Die bedrijven zijn niet gek. Die zijn daar ook al over aan het nadenken. En die wachten gewoon net zo lang. Totdat ze eigenlijk niet meer anders kunnen. En als je dus CO2-uitstoot en het gebruik van gas en elektra op een andere manier gaat belasten in Nederland, dan prikkel je zo'n bedrijf gewoon om er eerder mee te beginnen. Hele grote fabrieken in Rotterdam, in de chemieclusters in Zeeland en Zuid-Limburg, die staan elke 5, 6, 7 jaar staan die stil, omdat je dan een hele grote omschakeling hebt. En als je met die bedrijven gewoon afspraken maakt, als jouw fabriek in 2025 stilstaat, dan ga je hem niet nog een keer oplappen, zodat je nog 5 jaar lang op een fossiele manier door kan gaan. Maar dan ga je hem zo moderniseren, zodat je bijvoorbeeld met waterstof kan produceren in plaats van met gas. En dan zullen die bedrijven zeggen, ja dat is goed, maar hoe ga je me dan als overheid daarbij helpen? Nou, we moeten zorgen dat de wetgeving klaar is. Soms moeten we bereid zijn om een beetje subsidie te geven, zodat zo'n bedrijf zo'n investering kan doen. Maar je moet dus ook bereid zijn om op een gegeven moment te zeggen, ja als je het zelf niet doet als bedrijfsleven, dan komt er een moment dat er boetes komen, dat we dingen gaan verbieden, want anders dan blijven die bedrijven gewoon doorgaan op de oude manier. Dus daar moet je niet te bang in zijn als overheid. We gaan nog één vraag stellen. Ja, jij hebt het heel graag. Gerard, helemaal naar achter? Nee, oh, ja. Bij de piano. Ja, sorry. Je stond zo happy. Dank u wel, meneer Jetta, voor het hier zijn vandaag. Mag ik mijn handen houden? Dank je wel. Wat ik u continu hoor zeggen is eigenlijk, die kolencentrales, daar moeten we van af. Dat is schadelijk. En nu is het u waarschijnlijk ook niet ontgaan dat Amsterdam bezig is tegen Diemen aan een biomassa-centrale te plaatsen. Het RIVM heeft laatst nog uitgesproken dat dat een structurele schade aan de gezondheid kan opleveren. Ja. Meneer Jetten, is dit dan wat wij moeten willen met Nederland? Om al die bomen die in die biomassa-centrale gaan over te halen vanuit Amerika hier naartoe, wat uitstoot oplevert, dat hier op te stoken en vervolgens dan te zeggen, omdat het duurzaam is, doen we dat voor Nederland. Ja, nou ik vind biomassa een vorm van greenwashing. Dat lijkt inderdaad heel groen, maar dat valt vies tegen. En natuurlijk is het stoken van biomassa in de Heemwegcentrale minder erg dan het stoken van kolen. Maar het idee dat je inderdaad uit Canada of uit Estland schepen hier naartoe laat varen met bomen om ze hier vervolgens te verbranden, dat is ook uiteindelijk een onhoudbare oplossing. Het kan helpen in de komende paar jaar als transitie. Maar uiteindelijk moet je zeggen, ook daar gaan we mee stoppen. Wind op zee, solar, geothermie wordt zo snel zo goedkoop dat we niet in dit soort schijnoplossingen ons moeten gaan vastzetten. Wat wel zou kunnen helpen qua biomassa is gewoon reststromen vanuit de landbouw. In Nederland moeten we ook echt radicaal anders omgaan met de manier waarop we voedsel produceren. Enorme mestoverschotten, veel te veel beesten, wat ook tot allerlei problemen voor de volksgezondheid leidt. Je zou wel kunnen kijken hoe kun je binnen de landbouw een aantal reststromen als biomassa inzetten. Maar we hebben nu nog 5 kolencentrales in Nederland. Als we daar 5 biomassa-centrales van maken, dan hebben we daar over 10 jaar ook heel veel spijt van. Dus ik ben het eigenlijk met je eens.
Thorium. Nou ja, ja, kijk, het is nog niet af, die techniek. En ik zou het helemaal niet erg vinden als we met een aantal landen gaan kijken of dat we thoriumtechniek kunnen doorontwikkelen. Of dat je dan uiteindelijk bij een soort van nieuwe generatie kernenergie uitkomt. Die een hele goede toevoeging zou kunnen zijn aan de energiemix. Ik ben niet voor het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland met de huidige techniek. Omdat die sowieso schreeuwend duur zijn. Dat is veel duurder dan duurzame energie. Heel veel bedrijven er überhaupt niet aan willen beginnen. Dus dan komen alle risico's bij de overheid terecht. En je hebt met die huidige generatie ook nog heel veel kernafval. Dus dan zijn wij nieuwe generaties aan het opzadelen met een probleem. Dus doorontwikkelen van thorium ben ik helemaal niet op tegen. Maar ik ben wel heel kritisch op een nieuwe kerncentrale met de huidige stand van de techniek. Nou, heel erg bedankt voor alle vragen. Ik denk dat we allemaal wat geleerd hebben over thorium. Dus dat is ook wel weer leuk. meneer Jatte, we willen ook iets anders aanstippen, wat een belangrijk thema is geweest in vele van de afgelopen verkiezingen, ongeveer sinds Fortuyn, namelijk immigratie. Ja. Sommige Nederlanders hebben het gevoel dat hun identiteit is veranderd door immigratie. En dit is wellicht ook een van de redenen dat eerst PVV en nu de FVD opkwam. Vindt u dit een legitieme angst? Nou ja, volgens mij kun je daar alleen maar ja op zeggen, want dat is als dat onbehagen en die angst die mensen voelen, daar ga ik niet over. Dat is hun eigen ervaring. Mm-hmm. En je ziet ook wel in recente onderzoeken van onder andere het CBS dat wijken waar een hele snelle verandering is in de samenstelling daarvan, dat mensen van alle achtergronden zich minder prettig en minder thuis voelen in zo'n wijk. Dus daar kun je je ogen niet voor sluiten. Tegelijkertijd moeten we denk ik niet vervallen in oplossingen als de grenzen dicht, alle moslims het land uit. Want dat zou ook veel te kort door de bocht zijn. Kijk, wij moeten er ook, denk ik, als Nederland gewoon trots op zijn dat we een traditie hebben van een hele open samenleving. En dat we de afgelopen eeuwen heel vaak minderheden uit andere landen hebben opgevangen in dit land, omdat ze moesten vluchten voor onderdrukking, oorlog en geweld. En dat waren ooit katholieken uit Zuid-Europa. Later haalden we zelf mensen uit landen rondom de Middellandse Zee hier naartoe als arbeidsmigrant. En nu hebben we de afgelopen jaren een hele nieuwe stroom mensen gezien die aan het vluchten waren voor oorlog en geweld in Syrië. En daar vind ik, dan moeten wij als politiek er ook voor gaan staan dat we een welvarend land zijn die mensen kunnen opvangen. Tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat we ook met elkaar gewoon een fatsoenlijke samenleving zijn. En dan is er ongemak bij Nederlanders die bang zijn dat ze dat onze culturele identiteit onder druk staan. Maar er zijn ook nieuwe Nederlanders die ook ongemak voelen, want die zijn misschien tweede, derde generatie in Nederland. En denk, ja, mag ik er ook een keer bij horen, want ik doe gewoon mijn stinkende best. En die balans, daar zoek ik eigenlijk. Oké, dus hoe geeft D66 dan precies antwoord op de mensen die deze angst voelen? Zegt u eigenlijk, we zijn een tolerant land, dus weg met die angst? Of wat? Kijk, maak je die mensen weer comfortabel in Nederland? Nou, op de eerste plaats om gewoon heel duidelijk te zijn dat ik als D66er mensen niet ga beoordelen op hun afkomst of op hun geloof, maar op wat ze doen en wat ze willen bijdragen aan de toekomst van Nederland. Maar dat is wel een principe vanuit waar je die vraag gaat beantwoorden. Dus daar, daar al ten eerste duidelijk over zijn, dat is volgens mij belangrijk. Dan denk ik dat het terecht, ik ben lang gemeenteraadslid geweest in Nijmegen en ik heb daar ook gezien dat we gewoon enorme problemen hebben met integratie. Als mensen al jarenlang in Nederland wonen en nog steeds niet de Nederlandse taal spreken, dan is het ook bijna onmogelijk om mee te doen. Dan is het onmogelijk om je kinderen op een goede manier te begeleiden als zij naar school gaan. Dan is het onmogelijk, of bijna onmogelijk, om een goede baan te krijgen en op die manier je bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren. Dus wij leveren nu de minister van Integratie. Die werkte aan dat nieuwe vluchtelingen die naar Nederland komen vanaf dag 1 al de Nederlandse taal gaan leren. En niet 3-4 jaar nadat ze in een AZC een keer te horen hebben gekregen of dat ze in Nederland moeten mogen blijven. Daar moet je dus vanaf dag 1 mee beginnen. Je moet veel die integratie nog veel beter organiseren met gemeenten samen, met scholen samen, maar ook met werknemers die bereid zijn om die mensen aan een baan te helpen. Als mensen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld in we hebben de burgemeester van Weert is een D66er. En hij zegt heel vaak tegen mij, ja, wij hebben in Weert een hele grote groep kansloze migranten uit Noord-Afrika die alles verpesten. Omdat ze kattenkwaad uithalen, mensen in dat AZC terroriseren, criminaliteit veroorzaken in Weert. En ik sta als burgemeester voor een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland, omdat ik een gastvrije stad wil zijn. Ik sta ervoor dat al die mensen die hier mogen blijven ook bij Nederland horen. Maar een paar jongens die daar heel veel ellende veroorzaken, die slaan het draagvlak in mijn stad volledig weg. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat kansloze migranten die al weten dat ze worden afgewezen, ook snel in Nederland worden uitgezet om dat draagvlak
te organiseren. En die balans tussen nieuwkomers helpen om een plek te vinden in Nederland, maar ook streng zijn voor mensen die ellende veroorzaken. Ik denk dat dat een antwoord is op heel veel Nederlanders die zeggen, ja, hoe gaan we om met die grote groepen migranten die naar Nederland zijn gekomen? Als we het hebben over de Nederlandse identiteit, dan kunnen we ook kijken naar de identiteit van ons politieke landschap eigenlijk. Die nog aan het veranderen is door de opkomende polarisatie. Extreem rechts en extreem links winnen en het midden verdwijnt eigenlijk. Ze waren FVD en GroenLinks in de laatste verkiezingen de grote winnaars. En wij Nederlanders prijzen onszelf om het poldersysteem. Van compromissen en consensus en praten en dan komen we er samen wel uit. Ja. Wat denkt u dat er met het poldersysteem gaat gebeuren mocht deze polarisatie nog extremer worden? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, het feit dat we 7 maanden moesten onderhandelen en dat uiteindelijk alleen deze 4 partijen bereid waren om in een kabinet te stappen, laat eigenlijk al zien dat in ieder geval in politiek Den Haag die polarisatie al zover is doorgedrongen dat ook progressieve middenpartijen niet eens meer bereid zijn om in een kabinet te stappen. Daar maak ik me wel zorgen over. De grote test voor de Nederlandse polder is eigenlijk in de komende paar weken. Slagen werkgevers en vakbonden erin om een nieuw pensioenakkoord te sluiten? Is ontzettend nodig, want volgend jaar dreigen er pensioenkortingen voor mensen die nu al met pensioen zijn of een pensioen aan het opbouwen zijn. De vraag is of dat wij, als ik me bij jullie generatie mag scharen, over 40 jaar ook nog een pensioen krijgen of dat die pensioenpot volledig is leeggeroofd. Dus het is echt heel erg nodig dat het pensioenakkoord nu wordt gesloten. Er wordt al jaren over gesproken. Het is afgelopen winter geklapt, toen we er eigenlijk al waren. En die polder heeft eigenlijk nu nog maar een paar weken om het nu wel te laten slagen. En ik vind dat echt een testcase om te kijken, kunnen werkgevers en vakbonden nog met het kabinet deal sluiten? Maar terugkomend naar mijn vraag, wat is de toekomst van ons poldersysteem? Is dat aan het overlijden of gaat het overleven? Nou, ik hoop wel dat het overleeft. Want ik vind, kijk, het is tegelijkertijd denk ik wel de kracht ook van het Nederlandse parlement dat elke stem telt. We hebben geen hele grote drempel dat partijen minimaal 5 zetels moeten halen om in de Tweede Kamer te komen. Ik vind het mooi dat de diversiteit van hoe wij stemmen, Partij van de Dieren, Denk, dat soort clubs, dat die ook in de Tweede Kamer kunnen komen. Het dwingt ook andere politieke partijen om na te denken over wat vind ik zelf eigenlijk van dierenrechten of van migratie en integratie dankzij die opkomst ook van Denk. Dus dat soort nieuwe partijen werken ook verfrissend voor het hele politieke systeem. Het wordt pas problematisch als we in zo'n versplinterd politiek landschap ook niet meer bereid zijn om samen kabinetten te vormen. En ik denk dat dat ook wel vraagt om een stukje democratische vernieuwing, waar we uiteindelijk als D66 ook voor zijn opgericht. Waarom zouden we het in Nederland niet aandurven om minderheidskabinetten te vormen, die gewoon met wisselende meerderheden op verschillende onderwerpen uiteindelijk ook een stabiel kabinet opleveren? Waarom zouden we de Nederlandse kiezer niet het vertrouwen geven om ook een stem te krijgen in hoe een kabinet wordt gevormd? Hè? Want het feit dat we 7 maanden gaan formeren en dat er een kabinetsformatie uitkomt waar je eigenlijk tijdens de verkiezingen nooit over na hebt gedacht, vind ik ook eigenlijk de kiezer niet helemaal serieus nemen. Laat gewoon iemand in het stemhokje naast de keuze van zijn partij of Kamerlid ook een keuze maken over wie wil ik als formateur of wie wil ik als premier of welke combinatie van partijen heeft mijn voorkeur uiteindelijk in het kabinet. Dat gaat denk ik ook uiteindelijk wel het draagvlak voor wat wij in Den Haag doen vergroten. Ik hoor je net natuurlijk lovend praten over ons poldersysteem, over afspraken maken. Maar in je eerste toespraak als fractieleider zei je in Zaandam, de tijd van smoesjespolitiek is voorbij, ik wil mijn hand uitsteken. Maar vervolgens hebben jullie wel aangegeven niet samen te willen werken met de FVD in de Senaat. Dus dat spreekt elkaar redelijk tegen. Hoe vereenzelvig je dan die uitspraken? Ik heb zelf gezegd dat met de FVD op inhoud altijd samen te werken valt. Maar Baudet heeft eigenlijk op de verkiezingsdag zelf nog gezegd, ja, ik heb een paar voorwaarden aan samenwerken met de coalitie. En dat is dat ministers Wiebes, Ollongren en staatssecretaris Harbers hun ontslag indienen. Dat het klimaatakkoord van tafel gaat en dat Nederland zich terugtrekt uit het Marrakesh-pact. En toen heb ik gezegd, ja, als dat je voorwaarden zijn voor samenwerking, dan gaan we er nooit uitkomen. Gelukkig hoor ik dat de laatste tijd minder. Dus wat mij betreft kijken we per wetsvoorstel welke partijen dat in de Eerste Kamer aan een meerderheid willen helpen. Mijn oproep bij mijn congrestoespraak een paar weken terug in Zaanstad was vooral ook richting de progressieve partijen. Kijk, ik had het liefste een kabinet gezien waar ook Partij van de Arbeid of GroenLinks in was gestapt. Dat was voor ons als D66 een veel logischer combinatie geweest. GroenLinks is 2 keer weggelopen bij die onderhandelingen. Daar zijn wij een tijdje echt heel erg chagrijnig van geweest. Ik denk, nou oké, dat is nu blijkbaar de koers die GroenLinks heeft gekozen. Maar Jesse Klaver moet nu ook de keuze maken. Ja, ga ik
ben ik nu bereid om af en toe water bij de wijn te doen, voorstellen aan meerderheden te helpen en ook mijn idealen een stapje dichterbij te brengen? Of lever ik de coalitie over aan een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer en een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer? Hè? Dus ik vind ook wij als progressieve partijen maken het elkaar zo vaak heel erg moeilijk. En we zouden al, als we iets meer met elkaar optrekken, dan kunnen we denk ik, dan zijn we gewoon een heel sterk blok. Waar ook CDA en VVD dan niet aan mee kunnen. Waarom denkt u dat dit zo is? Waarom maken jullie het elkaar zo moeilijk? Ja, dat, ik heb het antwoord daar niet op, want als ik het had, dan kon ik het oplossen. Maar volgens mij is dat wel iets wat er al heel lang in zit. Niet alleen op landelijk niveau, maar je ziet het ook op lokaal niveau, dat progressieve partijen elkaar wel heel vaak de pas afsnijden. Terwijl ik denk, ja, kijk even naar het politieke landschap. We hebben elkaar als progressieve krachten ook nodig om ervoor te zorgen dat we in Nederland ook nog een vrijzinnige agenda hebben. Dat we nog stappen voor uitzetten op homo-emancipatie of op belangrijke onderwerpen als voltooid leven. Daar moeten we als progressieve krachten in samenwerken, anders gaat het echt niet gebeuren. En u zei net dat de PvdA en GroenLinks de partijen zijn waarmee u het liefst wil samenwerken. En nou, is dat dan liever dan bijvoorbeeld met de coalitie nu? Of is dat niet zo zwart-wit? Nee, het is niet zo zwart-wit. Ik vind de samenwerking binnen deze coalitie tussen die vier fracties gaat eigenlijk best wel goed. Ik kan het goed vinden met mijn collega's. Het gaat af en toe behoorlijk pittig aan toe, maar we komen er wel eigenlijk altijd uit. Maar in die formatieperiode was het... Kijk, Alexander vroeg natuurlijk aan ons als fractie, ja, wat heeft jullie voorkeur? Met welke partijen gaan we formeren? Nou, deze combinatie stond denk ik niet in de top 5. Maar helaas, PvdA, SP, GroenLinks waren niet bereid om te gaan formeren. Dus, en wij vonden het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat je wel onderwijsinvesteringen krijgt, dat je wel ambitieus klimaatakkoord krijgt, dat we wel stappen zetten met het regenboogstembusakkoord. Ja. En dat we dachten, van, ja, als we dat kunnen regelen met deze partijen, dan gaan we dat doen. En VVD, CDA zijn met D66 traditioneel natuurlijk wel partijen in het midden. Wij zijn dan wel de radicalen van die drie. Die het af en toe aandurft om tegen heilige huisjes aan te schoppen, om hele radicale nieuwe voorstellen te doen. En VVD en CDA hebben dan vaak wat langer nodig om dan met ons op dat punt te komen. Maar dat is onze rol. Ja. Ja. Ja, kijk, weet je, verhoging AOW-leeftijd, modernisering van de hypotheekrenteaftrek, modernisering nu van de arbeidsmarkt. Het zijn wel onderwerpen die door D66 worden geagendeerd. Maar uiteindelijk moet je dan ook ervoor zorgen dat je meerderheden in die beide kamers sleept. En dan is samenwerken ook met VVD, CDA en de ChristenUnie gewoon nodig. Oké, nou, u had het er net al over DENK bijvoorbeeld en een aantal kleine partijen. Maar we zien dat niet alleen dat de versplintering is van nu, maar de versplintering van nu is ook dat bijvoorbeeld Forum nu de allergrootste is met hetzelfde aantal zetels als de vierde partij in 1998. Ja. En dan wordt het natuurlijk enorm lastig om een coalitie te vormen met zoveel partijen, zoveel verschillende belangen. Dus hoe moeten we nu verder en hoe ziet u dit ontwikkelen? Nou, op de korte termijn vind ik het eigenlijk niet eens heel ingewikkeld. Want we hebben gewoon een kabinet en die ministers moeten een regeerakkoord uitvoeren. In de Tweede Kamer zijn wij er met de meerderheid om die kabinetsvoorstellen te steunen. En ik vind het vooral de taak ook van die ministers om hard te werken in de Eerste Kamer en daar ook meerderheden te vormen. De vraag is vooral, hoe ziet de Tweede Kamer er na de volgende Tweede Kamerverkiezingen uit? Is het daar dan net zo onmogelijk als nu in de Eerste Kamer? Of kiezen we met z'n allen weer een aantal partijen die groter worden. Ik vind dat waar ik over ga als D66er is ervoor zorgen dat wij met een heel herkenbaar verhaal de verkiezingen ingaan. Pro-Europees, extra investeringen in onderwijs, een helder groen verhaal, staan voor een divers Nederland. En als mensen daar massaal een stem aan geven en D66 heel groot maken, ja, dan kunnen wij vanuit het midden natuurlijk makkelijker de volgende stabiele coalitie bouwen. En wat ik net al zei, ik ben er niet bang voor om ook op een gegeven moment, als het echt na de volgende verkiezingen betekent dat je met 5 of 6 partijen kabinetten moet vormen, dan moet je je ook de vraag durven stellen van ja, is dit nog echt heel erg nuttig? Of kun je er beter voor kiezen om een minderheidskabinet te vormen met een paar partijen, met een veel kleiner regeerakkoord en durf je het aan om gewoon open dat debat met die Tweede Kamer in te gaan en per thema te bekijken hoe je meerderheden in die twee kamers smeet. In Scandinavië werkt dat eigenlijk best wel goed en het zou ook misschien wel eens heel erg verfrissend kunnen werken ook voor de Nederlandse politiek. Nou, ik denk dat mensen misschien hier nu ook al wat vragen over gaan hebben, dus hopelijk. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, hier, volgens mij had jij bij vorige ook al je hand omhoog.
Ik was laatst in Den Bosch op het partijcongres, bij het vertrek van Pechtold ook. En toen was er een motie over het preventieakkoord. Over bijvoorbeeld duurdere tabak, duurder ongezond eten. Ja. En vrijwel unaniem leek de zaal het daarmee eens te zijn. En ik zie een grotere tendens binnen D66 dat wat door velen als betutteling wordt ervaren, toch meer partijnorm aan het worden is. Mm. En wat is er nou toch gebeurd met die fijne, opstandige partij die de ecstasy nog wilde legaliseren, dat we nu met opgeheven vinger de sigaretten uit de hand willen rukken? Dat is toch. Hoe rijmt u dat met het opstandig karakter, met het vrijzinnige karakter van de partij? En is dit nog wel een partij voor een vrijzinnige liberaal? Jij zou zo bij mij in de fractiekamer kunnen aanschuiven, want wij hebben rondom het preventieakkoord een van de heftigste discussies in de fractie ook gehad, precies op dit punt. Wat is de vrijzinnigheid van D66, wat moet allemaal mogen en wanneer vind je dat je als overheid mensen ook een beetje tegen zichzelf moet beschermen? Ik vind dat iedereen in Nederland er zelf over gaat, wat hij alcohol drinkt, een sigaret rookt, softdrugs gebruikt en zelfs ook harddrugs gebruikt. En wat je als overheid moet doen is ervoor zorgen dat mensen goed zijn geïnformeerd over de risico's daarvan. Dat je accijns heft over die zaken, omdat ze gewoon slecht zijn en je daarmee ook de staatskas een beetje kan spekken. En op een gegeven moment moet je dus ook nadenken van ja, wat is dan een fatsoenlijke prijs? Hoe rem je mensen af? En we hebben met elkaar afgesproken, we willen eigenlijk dat jonge generaties eigenlijk niet meer aan tabak beginnen, omdat het voor hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen mega schadelijk is. En, maar ik vind niet dat je roken moet gaan verbieden. Dus wat we in het preventieakkoord hebben afgesproken is dat tabak niet meer zichtbaar in winkels mag liggen. Dus het ligt straks bij de supermarkten onder de toonbank in plaats van achter de toonbank. De tabakaccijns gaat nog iets meer omhoog om de kosten en de opbrengsten van roken wat meer in balans te brengen. Ja, dat is. Ik vind dat wel te verdedigen, maar ik vind wel, je moet juist als D66 er wel voor blijven staan dat mensen soft en harddrugs mogen gebruiken, want dat is ook gewoon de vrije keuze die iedereen zelf moet kunnen maken. Oké, maar u zegt aan de ene kant, we willen eigenlijk niet meer dat mensen gaan roken, aan de andere kant zegt u, ze mogen wel soft en harddrugs gebruiken. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Nou, het is de overheid kiest ervoor om dat soort zaken te ontmoedigen, omdat ze slecht voor je zijn of slecht voor de samenleving zijn. Maar ik vind dat die keuze uiteindelijk bij mensen zelf moet liggen, dus ook bij roken. We hebben de leeftijdsgrenzen opgerekt en we hebben de prijs dadelijk wat verhoogd. Maar daarna is het ook aan mensen zelf om de keuze te maken, steek ik die sigaret op of niet. Over soft en harddrugs vind ik dat we wel echt een beetje vertrutting hebben in het debat in Nederland. Kijk, bij softdrugs gaan we nu de komende tijd experimenteren met legale teelt. Want we hebben echt een bizar systeem gebouwd in Nederland. Echt onhoudbaar op de lange termijn. Dus we gaan kijken, kun je met een aantal geselecteerde telers softdrugs produceren, zodat die coffeeshop naast zijn voordeur ook zijn achterdeur heeft gelegaliseerd. Maar bij harddrugs maak ik me ook wel zorgen. Eigenlijk om twee dingen. Eén is dat het in Zuid-Nederland echt enorm groot crimineel circuit is, dat heel veel geld verdient met harddrugsproductie en daarmee ook echt ondermijning van de samenleving in Noord-Brabant steeds normaler is, want die harddrugscriminelen kopen gewoon complete winkelstraten op en worden zo ook in de bovenwereld, krijgen die een plekje. Maar ik zie ook in heel veel steden dat burgemeesters steeds minder geneigd zijn om op festivals pillen te laten testen. En dan denk ik, ja, dan steek je dus echt je kop in het zand, want er worden gewoon pillen gebruikt op sommige festivals. Dus dan kun je wel zeggen, de GGD mag daar niet meer staan, maar dan zijn de gezondheidsrisico's voor die gebruikers nog veel groter. Dus erken nou dat er altijd sprake zal zijn van gebruik en organiseer dan daaromheen een systeem dat je pillen kan laten testen, zodat mensen niet onnodig grote risico's nemen. En die vertrutting, daar moeten we wel met elkaar te strijden tegen gaan. En ik vind dat het daar steeds minder politieke partijen over staan. Gelukkig hebben wij in de Tweede Kamer mensen als Pia Dijkstra en Vera Bergkamp, die er bijna voor in de wieg zijn gelegd om daar elke dag mee bezig te zijn. Dus die blijven dat fanatiek doen. Nou, bedankt voor je goede vraag. Ik hoop dat die antwoord is. Min of meer. Zijn er nog andere mensen een vraag? Wie ga ik doen? Ga maar. Ja, doe die maar. In het institutionele klimaatakkoord, daarvan was geen CO2-heffing. En D66 staat vrij veel voor het klimaat en ook voor zijn CO2-heffing voor bedrijven, denk ik. Ja. Hoe rechtvaardig je dan dat er niet in stond in dat initiële akkoord? Nou, daar was ik ook heel kritisch op. En minister Wiebes geloofde er toen heilig in dat het systeem dat ze hadden gemaakt met bonussen en boetes, dat genoeg zou zijn om de industrie de CO2-doelen te laten halen. Nou, daar hebben de planbureaus behoorlijk korte metten mee gemaakt. Dus nu zijn we bezig om voor die industrietafel betere oplossingen te bedenken. En het is eigenlijk heel breed. Hè. Er zijn ook heel grote uitstoters in Nederland
Bijvoorbeeld in de metaalindustrie of in de chemie of in de mestverwerking, die hebben allemaal belastingvrijstellingen. Dus we hebben nu de politieke discussie gaat over CO2-belasting en dat snap ik, want dat is makkelijk en overzichtelijk. Maar we moeten ook kijken naar, is het nog van deze tijd dat die bedrijven überhaupt geen belasting over hun energiegebruik hoeven te betalen. Als je dat soort vrijstellingen schrapt, ga je zo'n bedrijf ook al veel meer dwingen om te gaan verduurzamen. Dus het is eigenlijk een heel breed pakket aan maatregelen dat je daarvoor kan bedenken. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben allebei ook een vorm van een CO2-belasting bedacht. Die wordt nu ook doorgerekend door de planbureaus. En wat mij betreft kijken we gewoon over een maand welke van de drie het beste werkt. En gaan we daarvoor. Okay. Nou, bedankt voor wederom een... Is dat goed? Wil je nog Zij wat? Zijn de baas. Wil je doorvragen? Heel kort en echt goed is. Dat hoop ik. Goed zo. Mijn vraag is meer, jullie zijn mede verantwoordelijk voor zo'n klimaatakkoord. En het eerste akkoord, daar zit gewoon geen CO2-heffing in. En dan ben ik benieuwd, hoe gaat dat? Zijn jullie daar wel tegen? En hoe komt dat er dan toch doorheen dat het dan niet wordt, een heffing wordt ingevoerd? Ja. Nou, dit is een, we hadden het net over hoe werkt de polder. Nou, dit is een mooi voorbeeld hoe werkt de polder. Want er is bijna een jaar lang door honderden partijen aan die klimaattafels gepraat over het concept klimaatakkoord. Wij als coalitie zijn toen aan het eind geïnformeerd over wat zit er allemaal in en wat zit er niet in. Nou, ik was toen al heel kritisch over het ontbreken van die CO2-heffing. En dan, ja, de vraag is, ga je het dan allemaal blokkeren? Of geef je dan de minister van EZ en Klimaat het voordeel van de twijfel en mag hij zijn systeem doorrekenen? Maar wij hebben daar, dat heette toen cockpit-sessies. Dus dat waren dan de fractievoorzitters en een deel van het kabinet die dan met elkaar in gesprek gingen over dat concept klimaatakkoord. Dat ging er behoorlijk stevig aan toe op allerlei onderwerpen. En ja, we wachten nu dus af wat al die ministers nu bedenken naar aanleiding van die doorrekeningen die heel kritisch waren op een aantal punten. Ja. Nou, blijft dus politiek. Dan gaan we even door naar het laatste onderdeel. Nog een beetje over de toekomst van D66. En we hebben drie van uw uitspraken over de economie op een rijtje gezet. Okay. En ik zal ze nu er even bij pakken. De eerste is, miljonairs moeten meer belast worden. Dan is het, de tweedeling in het onderwijs en op de arbeidsmarkt moet met de sloophamer vernietigd worden. En de laatste is, het kapitalisme moet van zichzelf gered worden. Het klinkt bijna marxistisch aan. Nou. Kunnen we hieruit concluderen dat in ieder geval het economisch beleid van D66 steeds socialer wordt? Ja, die vraag krijg ik heel vaak. Ik denk wel dat we... ik heb dit onder andere gezegd in een lezing die ik in Den Haag heb gegeven. Ik dat was gezien. Voor een zaal met vooral heel veel grijze mensen met parelkettings. En daar deed ik deze uitspraak, dus dat was best spannend voor dat publiek. Ik denk wel dat, kijk, D66 is een vanuit zijn gewoon een sociaal-liberale partij. We hebben altijd een duidelijke hervormingsagenda en dat de accenten verschillen. Kijk, we hebben de afgelopen 10 jaar, ging onze hervormingsagenda vooral over de woningmarkt en de hardere kanten van de arbeidsmarkt, omdat dat in tijden van economische crisis gewoon de opgave was. Ik vind, als ik nu kijk naar de komende 10 jaar, dat onze hervormingsagenda meer sociale accenten moet hebben, omdat we nu weer een aantal jaren economische groei hebben gehad. Het gaat hartstikke goed met Nederland, we zijn gelukkiger dan ooit, we zijn welvarender dan ooit, maar toch zijn heel veel mensen ontevreden. En een heel groot deel, met name van de middeninkomens, heeft eigenlijk sinds de jaren 70 geen reële groei van zijn inkomen of vermogen meer gehad. Terwijl een klein deel van Nederland steeds rijker en rijker wordt. Ook in Nederland, het is niet zo extreem als in Amerika, maar ook in Nederland heeft een klein groepje mensen echt meer dan de helft van het vermogen in bezit. En ik gun die mensen die waarschijnlijk hard hebben gewerkt, die een onderneming hebben opgezet, die gun ik ook een fatsoenlijke beloning voor hun prestaties. Maar ik vind ook dat we met elkaar mogen nadenken over hoe verdeel je die welvaart ook op een beetje een eerlijke manier. En hoe zorg je ervoor dat die enorme groep in het midden ook de kans heeft om zijn vermogen te laten groeien. Om zijn kinderen naar een goede school te sturen of om kinderen te helpen om op die verschrikkelijk vastgelopen woningmarkt ook nog een huis te kopen. En dat is de oproep die ik in die lezing heb gedaan. Ja, en dat zijn natuurlijk best wel mooie doelen en ook best wel grote doelen. En die worden natuurlijk niet alleen bereikt door slechts een kleine groep miljonairs te belasten. Nee. Dat moeten best wel veel meer sociale maatregelen komen. Ja. Dus kunnen we daaruit concluderen dat D66 daadwerkelijk meer richting PvdA en GroenLinks schuift op sociaal gebied?
Wat is nu nog het verschil? Dat denk ik niet. Ik ben wel bezig met, we hebben een wetenschappelijk bureau van D66, de Van Mierlo Stichting. Ik ben met hen bezig om het volgende verkiezingsprogramma voor te bereiden. Daar hebben we een paar thema's benoemd waar we flink op willen uitpakken. Nou, we hebben ze eigenlijk allemaal aangeraakt. Klimaat en natuurbescherming, migratie, integratie en gelijke kansen. Ik wil een radicale kansenagenda. Dat zit op heel veel punten. Bijvoorbeeld de vermogens. In Nederland krijg je belasting over de fictieve groei van je vermogen. Terwijl ik denk, belast nou het werkelijke rendement dat mensen op hun vermogen hebben. Dat is veel eerlijker, want mensen die een kleine spaarrekening hebben, die daar 0% spaarrente over krijgen, die daar vervolgens toch belasting over moeten betalen, dat voelt gewoon heel oneerlijk als je andere mensen ziet met een enorm vermogen die op de beurs en op de woningmarkt heel snel dat vermogen enorm kunnen laten groeien. Dus gewoon eerlijker belasten van het vermogen, zodat je daarmee voor de middengroepen de belasting op vermogen of de belasting op inkomen kan verlagen. Dat is een van de dingen die je moet doen. Ik denk dat je ook met name in het onderwijs moet kijken hoe je die kansengelijkheid verder kan versterken. Er zijn in grote steden in Nederland nog steeds heel veel basisscholen waar 70% van zo'n basisschool zwart is, tussen aanhalingstekens. En dat zijn klassen in groep 1, 2, 3 met 10, 20, misschien soms meer nationaliteit in zo'n klas, waar op elke maandag zo'n docent weer opnieuw moet beginnen om kinderen gewoon de basics van het Nederlands te leren. Dat zijn de scholen waar kinderen naartoe gaan die eigenlijk al op de dag dat ze in groep 1 zijn begonnen een achterstand hebben in het onderwijs ten opzichte van kinderen die in een beter milieu opgroeien, die naar een betere school gaan, die ouders hebben, die de hele schoolcarrière erbovenop zitten om die kinderen alle kansen te geven die ze verdienen. Dus we moeten daar gewoon af en toe wat radicale voorstellen durven doen. Ik denk dat je bijvoorbeeld in grote steden waar je dat soort peuterklassen hebt, echt op een gegeven moment moet zeggen, nou, we gaan specifiek in die steden, bij die scholen ervoor zorgen dat die klassen gewoon veel kleiner worden. En dan gaan we dus niet meer geld voor het onderwijs eerlijk verdelen over het hele onderwijsland, maar gaan we dat gericht investeren op die plekken waar kinderen minder kansen hebben in het onderwijs. Oké, maar gaat het dan niet ten koste van de andere scholen waar mensen al veel kansen hebben? Dus dan trekken we het eigenlijk gelijk, maar dan gaat het niveau wel omlaag. Nee, dat denk ik niet, want je gaat niet bij andere scholen geld weghalen. Je moet gewoon meer investeren in het onderwijs en dat dan gericht inzetten. Maar die andere scholen gaan in ieder geval niet beter worden. Dus die blijven wel op hetzelfde niveau als we. Nou ja, kijk, over het algemeen is het onderwijs in Nederland best goed georganiseerd. Maar er zijn gewoon de scholen waar niet alleen de diversiteit van de samenstelling van de klas veel meer van docenten vraagt. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook scholen waar ouders geen geld hebben om het lidmaatschap van een sportclub te betalen. Of waar opa en oma niet over een museumjaarkaart beschikken. Dus dat zijn, als dat kinderen zijn die dus naar slechtere scholen gaan, die ook niet in aanraking komen met sport en cultuur, dan kom je met zoveel achterstanden uiteindelijk op de middelbare school terecht. Is de kans dat jongens en meisjes zijn die ook uiteindelijk hier op de UvA kunnen studeren, die is gewoon minder groot. En ik gun alle kinderen in Nederland de kans om hun talenten te ontwikkelen en het er beste van te maken. Want misschien zijn dit wel de nieuwe Einsteins van Nederland die we op die basisscholen hebben zitten. Dus laten we er alsjeblieft voor zorgen dat het niet uitmaakt waar je wieg staat, dat het niet uitmaakt in welk postcodegebied je opgroeit, maar dat als je in Nederland naar school gaat, dat je de kans krijgt om het maximale uit te halen. Meneer Jetten, we hebben het afgelopen uur het gehad over wie jij nou eigenlijk bent eigenlijk. We hebben het over immigratie gehad, over klimaatbeleid, over identiteit. En onze laatste vraag aan jou is eigenlijk, hoe ziet de toekomst van D66 eruit? Ja. Is het een partij die, zoals jij zei, regeren is halveren, we doen water bij de wijn, we gaan meer inleveren? Of gaat ze terug naar de verzetspartij die ze oorspronkelijk was, in de tijd van Mierlo, in de tijd van een referendum? Nou, wat mij betreft absoluut dat laatste. Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat wij een hele duidelijke agenda hebben, dus vanuit het radicale midden. De meest pro-Europese partij van Nederland, realistisch klimaatbeleid en staan voor radicale kansengelijkheid voor iedereen in Nederland. Het aandurven om tegen heilige huisjes aan te schoppen, maar ook bereid zijn om af en toe samen te werken om iets voor elkaar te krijgen. Dat is waar ik met de partij naartoe wil. Waar ik ook de komende tijd mijn steentje aan ga bijdragen. En dan hoop ik dat heel veel Nederlanders massaal op ons kiezen. En als dit je laatste vraag is, wil ik eigenlijk ook nog een oproep aan de zaal doen. Want op 23 mei zijn de Europese parlementsverkiezingen. En eigenlijk alle onderwerpen die we net hebben besproken, kunnen we niet als Nederland alleen oplossen. Daar
dat kan alleen als we in Europa samenwerken. En bij de laatste Europese parlementsverkiezingen is jullie generatie bijna massaal thuisgebleven. Slechts 18% van de jongeren is gaan stemmen bij de laatste Europese parlementsverkiezingen. En deze Europese verkiezingen die gaan over onze toekomst. Die gaan over de vraag, willen we Nederland net als Brexit uit de Europese Unie? Of geloven wij erin dat Nederland onlosmakelijk is verbonden met Europa? En dat we alleen door samenwerking kunnen zorgen voor een veilig continent, waar we die migratiecrisis kunnen aanpakken en waar we ook een nieuwe economie kunnen maken, waar wij allemaal straks ons geld kunnen verdienen. Dus mijn oproep aan jullie is om op 23 mei echt massaal te gaan stemmen. 23 mei. 23 mei. Okay, ja. Zijn er factcheckers in de zaal? Nou, het duurt een hele week, maar volgens mij gaan wij op 23 mei. Dat is heel erg als ik dit fout heb. Maar alsjeblieft. En als je de meest pro-Europese partij wil kiezen, moet je op D66 stemmen. Maar je mag ook op andere. Ga alsjeblieft stemmen, zodat jonge mensen ook een stem laten horen bij de EP-verkiezingen. Dat is mijn oproep aan jullie. Nou. Ik zag even dat je dan vast geïnteresseerd is in ons evenement of zo. Ja, wij waren nog niet helemaal klaar, dus jullie moeten zo nog een keer gaan applaudisseren. Want ik wil ook nog wat zeggen. Okay. En dat is namelijk dat wij op 25 april hier het grote Europese verkiezingsdebat hebben. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd. U ook. En jij natuurlijk ook. Daarnaast volg ons allemaal op Instagram, like ons op Facebook. En mocht je dit nou een geweldig interview vinden, wat wij natuurlijk hopen, dan kun je hem altijd terugkijken op ons YouTube-channel. Maar voor nu graag nog een keer een daverend applaus voor meneer Rob Jetten. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.